Dit is Amsterdam, een van de rijkste steden in de geschiedenis van de wereld. En zelfs hier zijn sommige mensen zo arm dat ze niet genoeg te eten hebben. Al voor de coronacrisis leefden ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland in armoede. Corona maakte alles erger. In het coronajaar 2020 nam het aantal mensen dat gebruik moet maken van voedselbanken met zo'n 50% toe. En dat terwijl er elke dag ontzettend veel voedsel wordt weggegooid. Midden in crisistijd is er, op initiatief van de SP, door de Amsterdamse gemeenteraad €750.000 geïnvesteerd in de voedselinitiatieven. Maar dat is nog niet voldoende, want de rij wordt langer. Ook de landelijke politiek moet wakker worden. Gelukkig is Amsterdam rijk aan heldhaftige mensen die met gevaar voor eigen gezondheid insprongen in het gat in de sociale zekerheid dat de politiek al jarenlang negeert. Wij gingen langs bij hun voedselinitiatieven door de hele stad om te vragen wat zij nodig hebben voor hun werk. Waaronder bij Iman, die een voedseluitgiftepunt coördineert in de Credo-kerk in de Molenwijk, Amsterdam-Noord. Ja, ik ben 24/7 wel ermee bezig. Ze zijn echt dag en nacht bezig. Ja. Dat, Mijn kinderen zeggen wel eens, mam, wij zijn er ook nog. En dan zeg ik, oh ja. Ook gingen we langs in Zuidoost bij Regina Maknak van Stichting Hoop voor Morgen. 20 jaar. Ben ik niet onbekend meer. Ik was ook in 2005 Amsterdammer van het jaar uitgekozen. Ik heb in totaal met dit werk 19 onderscheidingen. Bij de Kansenbank in buurthuis Archipel in Amsterdam-Oost hielpen we een dagje mee om te kijken hoe het werk eraan toe gaat. Het was best aanpoten, dus we vroegen ons af, wat drijft vrijwilligers als Shazia om dit werk te doen? Toen ik startte met de Kansenbank, dacht ik van, nou, dit zal wel na coronatijd of zal dat wel gaan afnemen. Maar in coronatijd, je merkte dat het rij telkens aan het toenemen was. En het allerbelangrijkste vind ik dat ik de mensen ook op een gegeven moment structureel kan blijven helpen en uit de situatie haal waar ze in zitten. Dat ze niet meer in de rij hoeven te staan. Dat is mijn, denk ik, mijn persoonlijke motivatie om er toch mee door te gaan, omdat ik de mensen graag een stapje verder wil zien. Als je over straat loopt, kun je niet direct aan mensen zien of ze voedselhulp nodig hebben. Maar wie zijn nou die mensen die daar in de rij moeten staan? Het zijn voornamelijk middeninkomens die door corona een behoorlijke tegenslag hebben ervaren. Ja, mensen die vanaf de corona is begonnen of hun baan hebben kwijtgeraakt. Sowieso de mensen die buiten de boot vallen bij de reguliere voedselbank, omdat ze misschien 5 euro of 10 euro boven niet inkomsten zitten. Dus die krijgen dan geen hulp. Net een euro te veel verdienen om in aanmerking te komen voor vele voorzieningen. ZZP'ers die door de corona hun banen zijn kwijtgeraakt. Jongeren die geen banen meer hebben om hun studieschuld af te betalen. Ja. En die krijg je er ook tussen nu. De ongedocumenteerden, de groep die ik noem van West. Hier heb ik zelfs ongeveer 400 ongedocumenteerden. Die vallen helemaal buiten de boot, want de gemeentelijke reguliere voedselbank mag hun niet helpen. Dus dan hebben we ook nog groepen in Amsterdam zelf die inkomt voor 10 zieke mensen halen en gaat het bezorgen. Bij elkaar zitten we op 1900 en nog wat gezinnen wekelijks. Ja, we hebben dagelijks hier tussen de 100 en 160 gezinnen. Iman helpt via haar stichting elke week 138 gezinnen. En bij de Kansenbank in Oost kloppen wekelijks 200 huishoudens aan. Maar om al deze mensen te kunnen helpen, kunnen deze initiatieven alle steun goed gebruiken. We zouden het liefst een bakfiets willen hebben waarin we al die maaltijden zouden kunnen verzorgen. Of we zouden het liefst gebruik willen maken van een vast secretariaat die alle ondernemers en alle donaties goed in gang zet. Nou, financiën heb je altijd nodig. Kijk, niemand kan iets draaien zonder financiën. Ook dit niet. Ook al krijg je voedsel binnen die je gratis binnen die je de mensen moet geven. Of kan geven.
Maar er gaat veel meer daaromheen schuilen. De huur, elektra. Elektra zitten we al bijna op 700 euro maandelijks. We hebben vriezers, we hebben een koelcel, we hebben een vriescel die ik met mijn eigen centjes heb aangeschaft. Of een busje, nou dat zou het meest ideale zijn. We zijn de hele week, elke dag met 2 à 3 auto's alleen maar bezig om spullen naar het buurthuis te brengen. Ik denk dat we een oplossing met een busje en een goede parkeervergunning natuurlijk. Het busje van Regina deelt ze met Laila en Maureen van Stichting Carabic. Terwijl haar eigen busje al behoorlijk aan vervanging toe is. Dus toch, ze hebben een busje nodig. Mijn busje rijdt voor hun. Als er boodschappen gehaald moeten worden, word ik gebeld. Dan gaat mijn chauffeur naar de locatie en haalt alles voor ze mee en naar binnen. Afgelopen zaterdag heb ik heel veel geld uitgegeven aan extra vervoer. En dan denk ik van waarom? Waarom? Ik doe het niet voor mezelf. Het is geen tour wat ik wil gaan maken met dat busje. Ik heb uit eigen zak tot nu toe, maar vorige week naar nu betaal ik uit eigen zak voor die vervoerskosten. Ja, dus het is constant improviseren. Maar dan zou ik hier dicht moeten gaan 2 weken, vorige week en deze week, omdat de bus het gewoon niet deed. Waarvoor is het nou eigenlijk nodig dat er naast gewone voedselbanken ook informele voedselbanken zijn? Omdat de drempel zo hoog ligt, gaan heel veel mensen de hulp zoeken bij informele organisaties. Die wat flexibeler werken, wat minder controleerbaar zijn. En dat is wel de kracht van een informele organisatie. Dus ik vind niet dat ik minder ben, dat ik een alternatieve voedselbank genoemd moet worden. Die eigenlijk zo'n beetje maar bijhangt. Want klasse werk wat we hier verrichten. Als stad mogen we trots zijn op zulke betrokken mensen als Iman, Regina, Shazia, Laila en Maureen. Zonder hen zou de ellende nog veel groter zijn. Zij zijn de belichaming van de wapenspreuk van Amsterdam. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig springen zij in om te voorkomen dat vele duizenden Amsterdammers honger moeten lijden. Zij verdienen daarom onze steun. Dat zal ook na de coronacrisis nog heel hard nodig blijven.